Вот. Тебе сон, где сомали? Аштанья и сомали, которые вместе ханья. Dus ze gingen schuilen, schuilplaatsen zoeken. De een deed dat thuis onder de keukentafel of in de kelder. De ander, die groef een gat in de tuin, deed daar planken over, zeil en wat plakken. En de mensen voelden zich redelijk veilig samen met elkaar in die oorlogstijd. Pastoor van Loon, de toenmalige pastoor van de heilige parochie van de heilige Antonius van Padua, bouwde in 1939 twee schuilkelders in zijn tuin, in de pastorietuin. Ten 3. Tot de bevolking van het gedeelte van Nederland dat ten noorden van de Lek en de Rijn ligt en waar nog geen gevechtshandelingen plaats hebben, zeg ik het volgende. Een van die schuilkelders, deze, is nog intact en wordt opengesteld door het jaar heen een aantal dagen voor bezoekers. De monumentendagen, dit jaar op 14 en 15 september, behoren daar ook toe. U wordt dus door ons team van vrijwilligers en gidsen uitgenodigd om op deze dagen tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags de schuilkelder te komen bezoeken. Het adres is Pastorietuin, Sint-Vincentiusstraat 105 in Oosterhout. Toegang is gratis.